mensen van YouTubers en welkom weer in History Park. Yo. Ja, oké. Okay. De owner is er ook bij, mensen. Mijn naam is directeur YouTuber. En ik ben directeur Johannes F02. Ja, met zijn rare skin. Ja, ik zie... En we zijn bij de tweede ingang, Jens. Ja, dit is iets nieuws, wat je nog niet hebt gezien, maar... Ja, dit is nog geen... Geen sneak preview over het gebied of zo. Allee, eigenlijk wel, we hebben al video's gemaakt over het gebied. Maar dit is een extra decoratiestuk, een extra ingang voor het park. Want dat hoort er ook bij als je een groot park hebt. Dat is fantastisch. Juist. Hey, dat is dan wel heel simpel, zo'n paar kassa's en gewoon de ingang van het park. Ja, van en dat is Orlando of Origin trouwens hier. Ja, een ticket scannen, is een piep piep en we kunnen beginnen. Zo. Ja, op die manier. Gouden Eeuw krijgt ook nog zoiets. En waarvoor deze opname is voor dit project hier. Ja, dat wel. Dat is eigenlijk mijn idee. Want, ja, volgende week opent het gebied dus, maar we gaan hier al een kleine video over maken. Dit is namelijk het eerste hotel van het park. Ja, en hier de deur, je kom maar binnen. Ja, de buitenkant is al helemaal klaar, zoals je ziet, hotel Drakkar, dat is de naam. What the fuck, je hebt die deur verkeerd gezet, jong. Ja, pak even, ik zal even een potion voor je geven, hè. Dan laat ik Daniel een potiontje, jullie ook. En dan gaan we eens binnen loeren, mensen. Oké, er zijn nieuwe mensen aangeworven, mensen, dus dat is wel goed nieuws. Wacht, dan ga ik even de shaders uitzetten, mensen, want zelfs met night vision zie ik geen ballen hier. Ja, kijk, dit is langs de binnenkant zijn we aan de receptie begonnen. En dat is deze kamer. Het gelijkvloers moet nog gemaakt worden, maar hier hebben we dus al wat gangen. En die rode muren, daar komen dus deuren voor kamers. De receptie komt beneden. Ja. Ja, en dan allemaal gangen. Hier, dit zijn allemaal kamers, al die ruiten. Veel kamers gaan er komen, dus dat gaat wel veel werk zijn. En verder komt er natuurlijk ook een ontbijt, een restaurant en zo. Ja, dus... ja, want het hotel is nog heel groot, en die is naar hier komen. En ja. Ja. En het zwembad komt hier te liggen ongeveer. Hier is er een mooi plutsje van buiten zwembad. Ja, en laat eens zien de suites, Jens. Die zijn voor de crew en voor de owners. Ja, hier hebben we een extra toren. En dat is voor de suites. Er komen drie kamers zeker. Ja, in de toren passen drie suites, maar ja, ik kan altijd nog wat extra suites maken. Ja. Nee, één voor Jens, één voor Johannes, één voor Gypsy, de head crew. Ja, dus geen suites te koop. Jongen, dit is de krijg, jongen. Iedereen heeft een eigen kamer, jongen. Ja, je hebt nog niet genoeg kamers, zeker. En waar nog? Een bar, een café of zo. Dus dit is eigenlijk een project. Omdat anders de gebieden erop klaar zijn, hebben we even een project, een pauze. Dus normaal ging Ice Age nu in de maak zijn, maar nu hebben we dus een hotel. Anders gaat alles erop, mensen. Ja, Gouden Eeuw krijgt dus ook nog zo'n extra decoratie ingang en daar komt dus ook nog een hotel. Maar een kleiner. Kleiner. Of iets anders, geen hotel, maar een camping of zo. Een camping, maar een plek van tenten, buiten of zo. Ja, een top idee, Danny. Toen hebben we natuurlijk zo bijvoorbeeld Camp Resort van Europa Park. Dan kunnen we in dit geval buiten huren. Alleen geen echte buiten, maar kamers in de vorm van een boot. En dat soort dingen. En er moet nog een grote trap komen, want anders ga ik daar boven niet. Ja, je moet ergens een traphal komen. En of een fake lift. Of een echte lift, hè? Nee. Ja, dat is te moeilijk. Nee. Kun je misschien een echte lift maken, maar dan blijft die. Dan gaat het de skin niet meer omhoog. Je moet gewoon een lift en dan klikt op een knop en dan wordt er naar boven geteleporteerd. Jo. Fucking wild. Ja, we zullen het hotel van buiten nog eens wat te zien. Oké, shaders terug aan.
Ja, dat is een goed idee, weet je. Veel tijd ingestoken en ik heb ook geholpen met de bouw, want ja, ik hoor ook bij het bouwteam, want ik ben de baas. Ik heb... Grapje natuurlijk, zet techniek. Zet mijn night vision maar uit. Oké. Okay, ik heb trouwens nu een andere shaders geïnstalleerd, dus zoals je ziet is er geen lag nu, dus geen commentaar meer. De nieuwe trailers gaat dus ook mooie kwaliteit zijn, mensen. Ja, ik vond het zelf al irritant dat al die trailers lag hadden, ja. Maar kijk, dat is het hotel van buitenuit. Vanuit de hout, ja, je hebt dus enkel zicht op de houtuigbaan, voor de rest niet echt iets. En aan de andere kant is hier, ja, dan ga je naar het zwembad kunnen zien, het aquapark van History Park. Ja, dat wordt heel nice. Ja, dat wordt ook een groot project. Het was in de vorige video nog geen sprake over het hotel, mensen. Nee, het was ook niet, het was toen nog niet duidelijk of het wel kwam. Ik heb wel altijd al getwijfeld van, als er hotels zouden komen, dan is het Viking en Gouden Eeuw, dus ja, dan is het iets. Maar Gouden Eeuw gaan we wat meer met goud werken, Daniel. Ja, piratenthema, ja. Want hier, want niet hetzelfde als hier, ander hout liefst, licht hout. Allee, er is, aan de buitenkant is er niet echt iets met verwijzing tot Vikings te zien, maar ja, het ziet er wel goed uit, hè. Hotel Drakkar, ja, Drakkar is trouwens een soort Vikingschip, dus misschien kunnen we daar iets mee doen in het zwembad of zo, bij het kinderbad of zo, en een decoratieboot neerzetten. Klopt. Of de receptie verwerken in een Vikingschip, dat kan ook. Ja, dat is een goed idee. Maar ja, daar wordt nog aan gewerkt. En ja, voor nu zeggen we ja, tot volgende week de opening. Ik hoop dat er wat volk al aanwezig gaat zijn. Dat regent wel eentje. Maar de attracties vind ik wel goed gelukt. Ja, Wingcoaster en houtachtbaan. Ja, twee harde, grote coasters. En dit was Hotel Drakkar. Hier komen nog een paar andere video's van in de toekomst. Aan making-offs denken we niet. We gaan niet echt. Jij denkt er niet aan, man. Nee, we gaan niet echt nog making-offs maken. Dat willen we er niet. Dus ja, dan is dit Hotel Drakkar, de eerste zicht. Dus tot de volgende video en ciao. Laters.